Ja, ik vind het heerlijk om af en toe de fiets te pakken. Vooral omdat ik zo vaak in de auto zit. En eigenlijk moet ik het vaker doen. Toch, Raymond? We zouden de auto wat vaker moeten laten staan. Ja, dat ben ik nog helemaal met je eens. Ja. Ik denk eens een beetje aan de natuur en ook aan je gezondheid. Het is heerlijk om een beetje van de natuur te genieten. We staan nu in Zandvoort en ik ken dat van het circuit. Maar Zandvoort staat ook bekend om zijn mooie fietsroutes, toch? Ja, Zandvoort ligt tussen de Amsterdamse waterlijnduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daar lopen rond herten, wilde paarden, bizons, wisenten. Prachtig gebied om te fietsen. Kom. Wanneer je zelf geen fiets hebt of van ver komt, kun je ervoor kiezen om een fiets te huren. Behind the Beach Bike Rentals is zo'n plek waar je fietsen kunt huren. Reguliere fietsen, maar ook e-bikes en fietsen voor mensen langer dan 1,90 meter. En waar hou je je als fietsverhuurder nog meer mee bezig? Ik probeer natuurlijk voor de mensen een hele dagplanning vol te maken. Dan kunnen ze zelf kiezen. High wine, high beer, puzzeltocht. Zodat de mensen een hele leuke dagbesteding van 's morgens vroeg tot 's avonds hebben. Wat kan ik me voorstellen bij zo'n puzzeltochtarrangement? Bij een puzzeltochtarrangement moet je gewoon via een cryptische omschrijving een bepaalde route volgen en opdracht uitvoeren. En zo heb je dus een behoorlijk grote tocht die meerdere uren duurt. En worden de fietsen vooral voor een langere tijd gehuurd of is het meer voor mensen met een dagje uit? Ja, we hebben ongelooflijk veel dagtoeristen. Maar inmiddels is het wel zo dat een toerist die hier 3-4 dagen blijft, voor deze hele periode een fiets wil gebruiken en dus al die dagen houdt. Welke fiets is dan populairder, de normale fiets of de e-bike? Bij de jongeren is de e-bike heel populair. Oh, echt? En mijn oma van 60 die rijdt gewoon nog op de gewone fietsrol. Nou, dan wil ik hem ook even proberen. Ja, kom, daar gaan we heen. Ja, dit is echt top. Wiehieuw!